De nationale voorleesdagen zijn momenteel in volle gang. Helaas is lezen en leren niet voor iedereen weggelegd, bijvoorbeeld door armoede. Books for Lives uit Nijmegen doet hier iets aan. Zij geven oude boeken een tweede leven door ze voor een zachte prijs te verkopen. De opbrengst gaat vervolgens naar goede doelen, zoals mensenrechten en armoedebestrijding. We hebben extra aandacht besteed aan de nationale voorleesdagen omdat wij een donatie hebben gekregen, een hele speciale in december, van een bedrijf uit Venlo. Alle medewerkers hebben hun favoriete kinderboeken geschonken aan ons en we wilden daar iets speciaals mee doen. Dus deze week hebben wij hier een tafel neergezet met kinderboeken, want alle leeftijden kunnen eigenlijk lezen. We hebben ook verhaaltjesboeken, maar ook gewoon leesboeken waarvan het prettig is dat een ander het voor je voorleest. En die zijn deze week in de aanbieding voor 1 en 2 euro. Dat is inderdaad spotgoedkoop. Wij vinden het belangrijk dat boeken doorgegeven worden en dat de drempel laag is voor mensen en dat de boeken er goed uitzien. Er zijn verschillende redenen om de boeken aan te schaffen. Opa's en oma's die het voor de verjaardagen van hun kleinkinderen kopen, studenten of omdat je gehecht bent aan de boeken en ze zelf wilt hebben. Ik heb 3 leuke versies van de Harry Potter deel 1, 2 en 3. Die heb ik al heel vaak gelezen hoor, maar de boeken zijn eigenlijk van mijn moeder, dus nu wil ik eigenlijk ook wat voor mezelf. Ja, studenten, maar ook mensen die hier in Nederland zijn komen wonen, tijdelijk. En die ook op zoek zijn naar boeken die het Nederlands nog niet helemaal machtig zijn. En die vinden hier dan vaak hun weg bij de Engelse boeken. De 6 Books for Lives winkels in Nederland steunen samen 2 internationale organisaties. Daarnaast gaat het geld ook naar kleine lokale organisaties. En dat is dan bijvoorbeeld Stichting Gast, de kleurfabriek waarbij kinderen ook een uitje kunnen krijgen. Of een project in Nepal wat door iemand in Nijmegen is opgezet. En dat gaat altijd om iets kleinschaligs, zodat een bedrag van 1500 euro ook echt iets betekent. We zitten natuurlijk een beetje verscholen omdat we de huur zo laag mogelijk willen houden. We kunnen niet in een winkelpand gaan zitten in de Mariekenstraat. Zou leuk zijn, maar dat kunnen we niet betalen. Dus als mensen tevreden naar buiten gaan en we daarmee goede doelen kunnen dienen, zijn we heel blij.